Ik kreeg een berichtje van mijn moeder. Dat het begon met Facebook groep Spartanen Be Like, die wat eruit hadden gestuurd. En toen heeft Voetbla, die is eigenlijk gestart wat je zegt met een ludieke crowdfundactie. Het begon eigenlijk als grapje, maar inmiddels staat de teller al op ruim 600 euro. De crowdfundactie is weer een nieuw hoofdstuk in het nog niet affe jongensboek van Dennis Kaars. Je denkt ook meteen van het is al zo'n gek verhaal eigenlijk. En er komt nu een soort van nog een hoofdstuk bij. En het is natuurlijk eigenlijk ongelooflijk wat er überhaupt allemaal gebeurt. En wat dat betreft past dit eigenlijk wel in het verhaal. Het is dit seizoen opeens heel snel gegaan met de 28-jarige Kaars. Stoppen met drinken en roken bleek het recept voor nu al 22 goals in 14 wedstrijden. En misschien wel dat felbegeerde profcontract. Toch hoeft hij niet in zijn arm te prikken om te kijken of hij nog droomt. Nou, gisteren is er nog in mijn arm geprikt. 3 keer. Want ik ga 19 december naar Gambia. Dus ik moest een paar vaccinaties. En dan kan ik niet zo goed tegen. Dus ik ging van de gele koorts ging ik volledig onder zeil. Dus zodra er in mijn armen geprikt wordt, heb ik wel het gevoel dat ik nog dat het allemaal echt is, dat ik nog leef. Want ik kan het dus niet zo goed tegen. Maar voorlopig prik ik niet meer in mijn eigen arm en laat ik dat ook liever niet doen.